Hey mensen, dit is Geert Kees van Steendroog en je kijkt weer naar mij en we gaan vandaag weer verder met super Scribblenauts. Niet normaal, gewoon super Scribblenauts. En ik dacht, ja, wereld 2, dat begon saai te worden. Ik had wereld 2 soort van gehaald, hier komen we later nog wel een keer terug. Maar ik wil eerst wereld 3 doen, want wereld 3, weet je, die 3, daar staat ergens voor, weet je. Level starten, we zien een heks, we zien een ketel en we zien een groen monster. Vul de ketel met zoete, slijmerige en mooie dingen. Je kunt geen bijvoeglijk naamwoorden gebruiken. Nou, een mooi ding, hè? Een zoet ding. Dat is een drol. Een drol die wil ik eerst erin hebben. Een drol. Gewoon een drol. Poep dan. Dan poep, joh. Wat maakt het uit? Het is er allemaal hetzelfde. Poep. Een pen dan. Hier een pen gaan we in de ketel doen. Ah. Een mooi iets. Nou, dan doen we maar snoep. Ik bedoel, het zal moeten... Erin. Ja, je hebt iets zoets toegevoegd. Ja, dat weet ik. Een slak dan. Een slak, dat is mooi. Ja, dat is zeker het mooiste ding. Wow, dat is een slijmerig ding. Nou, heel mooi. Wat is heel mooi? Wat zeg ik tegen is heel mooi? Wat zullen we eens doen? Waar zullen wij eens doen? Ik vind een potlood heel mooi. Weet je, als je er zo naar kijkt, dan denk je, wauw. Oh, dat doet het niet. Helaas. Een banaan. Dat vind ik ook wel heel mooi. Een banaan. Nee, niet een banaan. Banaan. Hier. Banaan. Oh, is dat zoet? Volgens ons is het zoet. Oké. Okay. Een portret dan. Een portret. Een schilderij. Godverdomme. Schilderij. Nou goed. Nu wil ik geen kracht meer horen. Een mooie is. Oké. Schoenen. Dat vindt een meisje mooi. Televisie. Nee, iets heel moois. Eten. Eten is mooi. En lekker. Ligt er aan welk eten? Een eend. Nee, een app. Een app is heel mooi. Die gaan we hierin doen. Nou, dat kan niet. Een heel mooi mens, een model. Een model. Nee, niet een modak, een model, joh. Fotomodel, kom op zeg. Hoe moeilijk kan het zijn? Model. Hoppa, we hebben iets moois toegevoegd. Het monster wil verliefd laten worden, of wat? Hier, monster. Gebruiken. Ah, nu is het monster en de heks verliefd. Still a better love story than Twilight. En alleen sommige mensen zullen die snappen. Maar hele sommige mensen. Ik ben er één van. En misschien jij ook wel. Oké, we kunnen level 4. Dat is heel gezellig met dit hier zo. En dan hier rooi zo. En dan die alien zo. Nee, daar heb ik geen zin in. Of een dwerg. En een gigant. Bijvoeglijk level. Oké, laat mij zien wat ik moet doen. Dat is een dwerg en dat is iemand die heel groot is. Oké. Dan doen we een kleine reus. Een kleine reus. En zien hoe dat eruit ziet. Een kleine reus. Reusse. Oh, is hij schattig. Hij was heel schattig. Dat wel. Verbind nu een domkop met een professor. Een domme professor. Dat is makkelijk. Een domme professor. Professor, als ik het goed schrijf, ik ben niet goed in spelling, heel goed in spelling. Yep, klaar. Iedereen ontploft, bam, iedereen dood. Verbind nu een schurk met een held. Een aardige schurk. Aardige schurk. Weet je wel, dat is een schurk, die steelt al je spullen, maar dan geeft hij ook nog wel wat terug, weet je wel. Dan zegt hij van, hey, ik steel al je spullen nou. Weet je, dan komt hij eventjes bij je en dan zegt hij van, ah, ik ga even al je spullen stelen, ik hoop dat je het niet erg vindt. En dan ben je erop voorbereid, weet je, en dat is heel aardig van hem. We hebben de Starlight beloningen. 13.99%. Oh, we kunnen allemaal wereld 4, maar wereld 4 is voor de morgen. Dus. Oké. Hey, daar heb je een spelletje. Level starten. God. Oké.
De voorraad is beperkt, zorg dat je vooraan staat. Oh. Ik moet denk ik die mensen helpen. Gok ik. Ah, shit. Wacht. Ik heb een heel goed idee. Ik denk dat ik iedereen spullen moet gaan geven. Oké, jij bent een... Even zien, gaan we even kijken waar jij bent. Jij bent een bezorger. Een pakketje. Pakket. Yeah. Een pakketje krijg jij. Dan ben je helemaal blij en dan gaat hij gewoon weg. En pak je ook goed. Ah. Ben je er niet tevreden mee? Oh, us! Dat was niet de bedoeling. Ik gooide zo, wat een pakketje! En iedereen dacht, wat? Wat gebeurt er? Kees gooit een pakketje, oh, wat gebeurt er? Oh, us. Iedereen schrok zich helemaal kapot. Zou je dat ook niet doen? Dan sta je hier te wachten op een pakketje, of nee, op een spel. En dan, oh, die wou hij niet. Een bezorger. Wat wil een bezorger nou heel graag? Nou, een bezorger die bezorgt post. Post dan. Die bezorgt post. Wat ben je? Wat doe je anders? Brieven. Brief. Een brief voor uw moeder. Een biep. Ja, jij hebt de biep. Nee. De voorraad is beperkt. Zorg dat je vooraan staat. Ja, ik moet iedereen shit geven. Oké, brieven. Brieven dan. Kom op. Brieven. Niet geen brief up, brieven. Oké, ik denk dat ik een hint ga gebruiken. Hint nummer 1. Eens kijken wat hint nummer 1 te zeggen heeft. Ja, dat had ik al door. Ja, met cadeautjes. Cadeau. K-D-A-O. Eens zien, een cadeau. Hier. That's it. Iedereen wat cadeautjes. Oh, die had geen zin in een cadeautje, maar jij wel. Jij wel, mijn vriend. Oh, niet? Jij krijgt lotion. Lotion. Lotion, want je bent heel erg bruin. En gespierd. Je lotion, jij. Oké, jij krijgt een kwast. Want dan kan je verder gaan schilderen, want dat is je beroep. Dan hoef je niet in de weg te staan. Een kwast. En jij krijgt een geweer. Ik hoop dat ik je wel toe kan vertrouwen, want je ziet er wel uit als iemand betrouwbaar is. En jij krijgt een gitaar. Jij krijgt een heel mooi gitaartje. Ik hoop wel dat ik die kerel kan vertrouwen met dat wat hij mee bezig was. Yay! Ik heb het spel. Ik heb Scribble Notes, het spel. Yeah! En hij laat Scribble Notes zo vallen, want hij wordt sterretje alleen. Kijk, dat is de tactiek van onze goede vriend. Dat je alleen maar het sterretje wilt. Oké, volgende level. Wat is het volgende level? 9. Oh, ik zie Indiana Jones al. Level starten. Oké. Het is hier heel dood. Wat hij nodig heeft om de vermiste. Oké, hij heeft een schep nodig. Ik weet gewoon, ik kijk naar hem. En hij zegt tegen mij, Kees, ik wil een schep. Oké, hier heb je een schep. Nee ja, ik zal zelf weer moeten graven. Luie, flikker! Ik moet alles weer zelf doen. Oké. Ja, bijna. Oké, klaar, zou je denken. Ik heb geen idee wat ik hier weer moet doen. Oké, welk... Ja, wat heb je nodig? Oké, een kaart. Een kaart hebben we nodig. Maar ik denk dat ik heel veel even overnieuw doe. Oké, startknop is dat. Ja, goed zo. Opnieuw. Ja, yay. Oké, we gaan hem een kaart geven. Want ja, dan kan hij het wel iets mee vinden. Hier heb jij een kaart. Oh, het was maar een willekeurige kaart. En opeens staat daar wat je... Wat nou? Kijk wat je onder... Oké. Ik had er net al zitten kijken, maar goed. Schaap. Dankjewel voor de schaap. Hey, ik vind allemaal dingen. We mogen niet... Ik heb gewoon een skelet. Zet de botten in de juiste volgorde op de... Oké. Ik weet niet hoe we dat gaan doen. Oké, ik denk dat ik een touw nodig heb. Oh, wacht, nee. Ik kan het makkelijker doen. Ik pak gewoon... Oprapen.
Oké, okay, we leggen jou op deze tafel. Nee, niet gooien. Neerleggen. Grind. Pak hem op. Of is het kapot? Hij heeft het weer kapot gemaakt. Oh. Oké, okay, kunnen we het nog gewoon oppakken? Dat zou wel heel makkelijk zijn. Goed zo. Ik weet niet wat dit is. Dit is volgens mij zo'n wervel of zo. Of is het zijn voet? Oké, okay, we proberen het zo. En een laatste stukje, dat is een... Ik weet alleen dat dat bovenste stukje iets belangrijks is. Oké, okay, dat zal wel de voet zijn dan. Goed zo. Geef de archeoloog wat hij nodig heeft om een skelet te maken. Ja, hoe moet ik dat weten? Oké, okay. Welk voorwerp... Oh, lijm. Lijm kan ik daarmee, maar lijm. Heb jij een lekker lijm? Klaar. We hebben zomaar een skelet. Alles ontploft. Bam, en opeens skelet. Ik weet niet hoe, maar het gebeurt. En dat is de reden waarom het cool is. Oké, okay, we hebben de starite. Wij hebben de starite. Wij zijn nu heel erg blij. Nou, ik denk dat dit wel was voor deze keer misschien. Nou, we gaan nog even deze doen. Even zien. What the fuck is het? Oké. Okay. Dit is een. Een bloedzuiger. Ze zuigen. Dit is een. Het vliegt en het heeft bloedzuiger. Het kan bloedzuigen. Nou, dit is een. Oh, er is een vleermuis, moet ik hier hebben. Vleermuis. Dat is heel makkelijk. Dat was het allermakkelijkste van nu toe. Een vleermuis. That was easy. Too fucking easy. Oké, we hebben de starite. Yay, we hebben de starite verzameld. Dat klinkt echt heel erg cool. En droog. En je weet al wat ik bedoel. Dat is tijd. Oké, okay, ik ben monteur hier in deze... Oh, bijvoeglijk. Het zal hier eens niet. Wat mag hij zei wel? Oké, okay, jij wilt een zwarte auto. Dat weet ik nou al. Zwarte... auto. En niet een normale zwarte auto, maar een mooie zwarte auto. Nee. Fuck dan maar op, joh. Als je die auto niet wil, dan stop ik al. Huh. We gaan wel een missie 4 doen. Die wil ik nog wel een keertje proberen. Oeh, er gebeurt hier heel veel interessants. Wat de hel gebeurt hier? Maak de astronaut wakker. Oké, okay, we doen een wakker. Een wakker. Wakker. Die wakt die man. Oh nee, er is vuur en dan een brandblusser. Want hij moet ook, hè. Wacht even. Eventjes de brandblusser typen. En dan is, ja... brandblusser. En we hebben hem gewoon gehaald. Dat was het echt het makkelijkste level ooit. Ik keek ernaar op de map en ik denk, oh nee. Nee, die gaat veel te moeilijk worden. Maar nee. Hij gaat niet veel te moeilijk worden, want hij was eigenlijk nog best wel makkelijk. Oh, we hebben ook nog een extra nou unlocked. Special. Dat ga ik ook ooit doen. Maar we gaan eerst 3 afmaken. Een klein stukje nog. Of tenminste, totdat ik er geen zin meer aan heb. Een bijvoeglijk level. Oh god. This is going to be fucking annoying. Oké. Okay. Van dingen ontbreken de dingen. Oké. Okay. Een brandweerwagen. 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 Oh, of auto. Allemaal hetzelfde, ja. Dit was één. Oké, okay, hier heb ik een dokter nodig. Want ja, dat, die kan wel heel mooi. En ja, een ziekenhuis hebben. En een ziekenhuis auto. Maar dan heb je nog wel een dokter nodig. Een dokter. Een dokter heb je toch nodig? Dat zie je toch duidelijk? Nou, vooruit dan. Dan geven we wel een politiebureau aan hem. Dat zou moeten. Politiebureau. Krijg jij. Maar wat heb... Jij hebt hier toch gewoon een ambulance medewerker? Ambulance medewerker of zo, weet ik het. Werker.
een lang woord. Een... Nee, dat is het niet. Ja, daar hebben we toch zeker een dokter nodig. Of een zuster. Dat kan ook, natuurlijk. Een zuster dan. Dat is een non. Godverdomme. Ik heb geen idee wat ik hier moet doen. Ik heb nou een dokter geprobeerd. Kijk, dat moet zo zijn. En dan moet op dat lijken. Oké, we proberen eens dan ook nog een politieauto. En misschien dat hij dan snapt van... Oké, zij wilt een dokter. Ah, hij had het dan even eerder gezegd. En dan zeg ik, ja, dat zeg ik net. Maar goed. Oké, en dan pakken we hier een dokter. Nogmaals. Want nou is alles weer goed. Een dokter. In de auto. Rijden. Uitstappen. Hier, doe dat dan. Ga dan. Oké, vooruit. Oké. Wie werkt er in een ziekenhuis? Welke goede eis... Wat? Een slimme dokter? Ik weet ik het. Ja, ze moet goede eigenschappen hebben. Ja, slimme dokter dan. Hoe makkelijk is het, slimme dokter? Daar komt het allemaal op neer. Punt. Oh, dat was genoeg. Het kon geen dokter zijn. Maar... Het was wel eens een slimme dokter was. En dat was het. Dus dat zat allemaal goed. En we hebben de star uit. En ik denk dat dit wel een beetje... Helaas voor jullie het einde is. Dus, sorry jongens. Ik hoop dat het enigszins leuk was. Ik heb geen zin om verder te gaan. Dus, jongens. Wil jij mij steunen? Vergeet niet op de leuke knop te drukken. Even een reactie te plaatsen. Aan je favoriete toe te voegen en delen. Kijk, een leuk neerzetten is heel makkelijk. En een reactie plaatsen en favorieten die zijn heel makkelijk. Maar reactie plaatsen hoeft niet per se. Maar het zou heel leuk zijn als je dat even doet. Je kan nog steeds... dat ga ik nog even doen. Dat moet nog. Godverdomme. Oké, we gaan even naar het beginmenu. En er zijn woorden, jullie hebben woorden gevraagd. En die ga ik even nou kijken welke woorden jullie gevraagd hebben. Dus ik zie jullie zo. En daar zijn we weer. En het eerste wat iemand wou was de pedobeer. Maar die kan niet, dat is niet gek. Maar iemand wou ook een dansende beer. Dus we doen nou een dansende beer. Dus we gaan even naar dansende. Zende. Spaltje beer. Wat? Kan het niet een dansende beer? Of typ ik het verkeerd? Dat kan ook. Dansende beer. Nee, dat kan niet. Een zwingende. Nee. Maar we kunnen wel een er zijn iets van 300 bijvoeglijk naamwoorden, maar dansende er niet bij. Maar we hebben wel doe maar een rode. Blije. Yeah. Sterke. Sterke. Een rode blije. Een rode sterke beer. Hij valt me aan. Oké, maar dat doet hij niet. Dat lukt hem niet. Maar, nog iemand die wou graag een Cthulhu zien. Dus een Cthulhu. Eens zien of dat erin zit. We zullen het zien. Een Cthulhu. Het valt me aan. No! Don't attack me! Doe het niet! Oké. Een super sterk zwaard. Ik neem een sterk wapen. Een sterk wapen, dat doet het. Dat doet het wel. Oké. Aanvallen! Die Cthulhu gaat dood! Ik leef, ik vermoord de Cthulhu! Hij gaat helemaal dood. Val hem aan! Val hem aan! Ik heb gewoon een Cthulhu gedood. Hoe cool is dat? Nou, dat was het voor vandaag. Zet hieronder in de reacties. Welke woorden je nog meer wilt zien. En misschien kan pedobeer trouwens wel. Moet ik gewoon pedo... spatiebeers doen. Nee. Nou. Zet gewoon hieronder in de reacties. Welke dingen je wilt zien. Qua dingen. Dus dan kan ik ze typen en dan kunnen we zien of ze in het spel zitten. Doe niet moeilijk en ga even een like, leuk, zetten. Klik even op leuk, weet je wel. En als je gewoon iets anders wil reageren, doe dat ook. Dat zou ik heel fijn vinden. Je steunt mij daarmee. En je inspireert mij tot het maken van nieuwe series. Ik zie jullie later en ik wens jullie nog allemaal een goede middag, avond, nacht of morgen of zo. Later!